Vanaf 2 juli rijdt er een stoomtrein tussen Sneek en Stavoren, vice versa. Een droom van stoomenthousiasten onder aanleiding van Max Kooijmans uit Wommels komt daarmee uit. Donderdagmorgen sloeg gedeputeerde Janne Witske de Vries de eerste paal voor de remise van de Friese stoomtreinmaatschappij. De eerste paal is geslagen, hè, voor de remise. Ja, dat is een heel bijzonder moment als je toch ziet dat waar je 13 jaar aan gewerkt hebt, begint met een enorme paal die de grond in gaat. Lang naartoe gewerkt? We zijn nu 13 jaar bezig geweest en dit is eigenlijk naar buiten toe voor de mens het zichtbare dat er wat gaat gebeuren. Hoe gaat die remise eruit zien? Dat wordt een groot gebouw, 70 meter lang, 17 meter breed. De binnenkant is een staalconstructie en op de kopkanten komt gemetselde openingen met 2 enorme deuren erin. Het authentieke aspect dat speelt ook een rol, hè? De architect heeft geprobeerd om de sfeer van vroeger terug te brengen. Dus zowel in de uitstraling als het materiaal, donkerrode stenen, grote deuren met letters erop. Dus echt een stuk beleving hoe het vroeger was. Friso speelt een grote rol, het bouwbedrijf. Die doen nogal veel in dit geval. We hebben dit project ontwikkeld samen met Friso. Niet alleen ontwikkeld, maar ook financieel nemen zij deel in dit hele project. Dus dat is een geweldige opsteker. En ja, ik vind bijzonder dat in Friesland en zeker in Sneek dit kan. Nu hebben jullie nog wat hobbels moeten nemen de afgelopen tijd, hè? Een van die dingen is de Engelse wissel. Ja, vanwege de ongelukken die er in het verleden geweest zijn, is ons terrein extra beveiligd. En wat er ingelegd wordt, is een zogenaamde Engelse wissel. Dat is een kruising en het bijzondere is dat 2 van die kanten worden elektrisch bediend vanuit Groningen en de andere 2 doen wij met de hand. En de instelling is zo dat wij nooit zonder toestemming het hoofdspoor op kunnen rijden. Maar dat is een hele dure apparaat, denk ik. Ja, in dit geval praat je toch bijna over 500.000 euro alleen voor die wissel met de beveiligingen erbij. En wie betaalt dat? Wij hebben geweigerd dat te betalen. Maar wij zijn wat eigenwijs. Dus uiteindelijk is het betaald door een stuk door de overheid uit Den Haag. En een gedeelte door ProRail zelf, die ook vond dat het toch wel behoorlijk prijzig was. Is het een beetje de redding van het project dat het door anderen betaald wordt? Zo'n project als dit, dat moet je gefinancierd krijgen. Dus het is een samenstelling van giften, van donaties en subsidies. En wat overblijft wordt gefinancierd door de Rabobank hier in Sneek. Er wordt veel gesproken de laatste tijd over de recreatie in Friesland. Toeristen moeten uit de boot. Daar is dit een goed voorbeeld van. Dit hele project is opgezet vanuit marketing met steeds als idee van wij moeten mensen weghalen uit boten. Zorgen dat ze hier langer blijven, vaker en terugkomen. En dat ze vervolgens hun geld uitgeven in de steden tussen Sneek en Stavoren. Er zijn 5 van de 11 steden bij, hè? Dat is het unieke. Je biedt toeristen iets wat eigenlijk nergens is. Je kan dus met de trein hoppen tussen de 5 verschillende plaatsen. Ja. Je gaat door een prachtig gebied. We hebben dit nu 5 stoomweekenden getest. En wat je ziet is, op een gegeven moment zie je links het water van Oudega en rechts zie je weilanden met hertjes. Nou, dat heb je nergens in Nederland. Jullie zoeken nog vrijwilligers. Ja, het draait op vrijwilligers. Wat voor mensen moeten dat zijn? Wat wij zoeken is op dit moment is met name mensen voor in de trein. Dus een hoofdconducteur, een conducteur, een steward. En dat zijn mensen die wij helemaal opleiden. Dus het belangrijkste is dat je gezond bent. En vervolgens krijg je bij ons een officiële spooropleiding, cursus EHBO, etc. Maar jullie hebben toch al 13 beroepsmachinisten op de lijst staan. Wij zijn heel lang bezig met het zoeken van machinisten en dan blijkt dat machinisten dit leuk vinden. Dus machinisten van Arriva, Connection, Nederlandse Spoorwegen hebben zich aangemeld. Zijn door ons omgeschoold tot machinist op een stoomlocomotief. En die gaan straks rijden in Stadskanaal om te oefenen met deze locomotief. Wanneer komt die op dit traject te rijden? Wij starten vanaf 2 juli. Dat is echt het begin dat we gaan rijden met 3 keer per dag de stoomtrein tussen Sneek en Stavoren.